En de winnaar is... Nou, vandaag ga ik dus de winnaar van de 2 vrijkaartjes voor het Paarden-YouTubers live event bekendmaken. En ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben voor degenen die komen. En natuurlijk voor degenen die mee hebben gedaan aan de winactie om deze kaart te winnen. Ik heb in ieder geval wel heel erg veel zin in het Paarden-YouTubers live event. Dus laten we snel gaan kijken wie de winnaar is. Zoals gewoonlijk doe ik het met een YouTube random comment picker, zodat ik geen invloed heb op de winnaar. En we gaan nu kijken wie dus de winnaar is. Ik ben heel erg benieuwd. Dus laten we snel gaan kijken. En ik ga nu de link van de video bovenin invoeren. Als ik het goed zeg. Even kijken. Nee, ik ga de link van de video bij de YouTube random comment picker invullen. Ik zei het verkeerd. En dan ga ik alle reacties inladen. Nou, het waren er echt super veel. Oké. Nou, dan gaan we nu kijken wie er gewonnen heeft. Dus dan gaan we randomly picker winner. En de winnaar is Fleur Snitselaar. En zij heeft als reactie geplaatst: ik zou graag willen winnen voor een vriendin, want zelf kan ik niet, maar zij wel en ze is gewoon mijn beste vriendin. Nou Fleur, ik hoop dat je je vriendin blij kan maken. Wat jammer dat je zelf niet kan. Maar ja, doe je vriendin de groetjes aan me en ik hoop dat ze er heel erg blij mee is. Nou, als je nou niet gewonnen hebt, wees dan niet geteerd, want er zijn nog een aantal tickets verkrijgbaar via deze site. Ik zal hem ook even in de beschrijving zetten. En koop je tickets dus snel als jij op een super gaaf evenement mij en alle andere paarden-YouTubers wil ontmoeten. En als jij nou nog meer video's van mij wil zien, kijk dan ook even deze op deze afspeellijst. Hij ging. En dan zie ik jullie morgen, want morgen ga ik namelijk de winactie bekendmaken van de 2 vrijkaartjes voor de première van Bibi en Tina. Doei! Hey,